Beste Vuelta-liefhebbers, hier is de sportverteller weer met een korte nabeschouwing van de 12e etappe van La Vuelta. En deze etappe was vrij moeizaam en vrij langzaam eigenlijk. We hadden twee vluchters voor lange tijd, Balderstone en Bol. En laatstgenoemde hield het langste vol en krijgt daardoor dus de prijs van de strijdlust. En dat was op 38 kilometer van de finish. Tijdens de tussensprint pakte Roglic 4 seconden terug op Evenepoel, Soler en Koes. De sprint zelf, de massasprint, was natuurlijk weer redelijk rommelig. En er was zelfs door een superknecht Oliveira. En daardoor kon eigenlijk Molano gewoon vrij makkelijk winnen. Toch wel zeer verrassend, maar Groves die schoot uit zijn pedaal volgens mij. En daardoor kon hij niet meer versnellen. En derde was Van Poppel. Volg mij hier voor meer Vuelta-nieuws.